Ik ben Ernest. Ik speel Amerikaanse voetbal bij het nationaal team. Ik ben vorig jaar gezakt. Nu ga ik voor de tweede keer proberen om mijn havendiploma te halen. Als ik zak voor de tweede keer, ik weet niet wat ik zou doen. Ik wil gewoon slagen. Ernest die staat er niet zo heel erg goed voor. En dat betekent dat het echt fout kan gaan op het examen. Dus op het moment dat hij daar een laag cijfer voor het examen haalt, dan kan hij zakken voor het vak economie. Lekker op tijd. Op het moment dat hij binnenkomt, is hij nog maar 2 seconden in de les. En dan pakt hij al zijn telefoon. En dan zeg ik, misschien moet je mij eerst aandacht geven voordat je je telefoon aandacht geeft. Ernest gaat het ons uitleggen. En soms is hij helemaal into de lesstof. En dan zegt hij, geef me die stift, ik ga het voordoen voor de klas. En dan af en toe maak ik ook wel eens grapjes met, hey Ernest, volgens mij moet je echt het onderwijs in. Zegt hij, nee. Hier voor u staat een zakenman. Een internationale, succesvolle zakenman. Wie weet nog waar module 4 over ging überhaupt? CPI. Ernest, en hoe berekenen we dan de inflatie van brood? Oh, ja. ja. Ja, ik ben wel verslaafd aan mijn telefoon, weet je. Ik zou er niet zonder kunnen leven, nee. Ik zou echt, het zou moeilijk zijn. Gedurende de examenperiode probeer ik altijd via Google Classroom of Skype of WhatsApp een platform te geven waar ze dan vragen aan me kunnen stellen. Leerlingen denken ook wel vaak dat wij digibeto's zou zijn. Hè? Dat wij totaal geen verstand hebben van een telefoon, Snapchat. Hey, en daarom is het leuk dat Vodafone en ik stiekem een oplossing hebben bedacht voor Ernest. Zodat hij kan leren van zijn telefoon. We hebben samen met Jof Sultan een app ontwikkeld die gaat helpen met leren. Dus elke keer als je je telefoon wilt gebruiken, dan moet je een vraag beantwoorden. Zo. Hoe breken we het financieringssaldo? Volgens mij heb ik wel 100 keren tegen Ernest moeten zeggen dat hij zijn telefoon weg moet doen. En nu is het echt wel leuk dat hij een pen en papier erbij pakt, zodat hij toch toegang heeft tot zijn telefoon. Dus ik vind het echt een geweldig idee. Ja, was niet goed, Ernest. Lezen. Echt? Ja. Ernest, als je het echt niet weet, wat doe je dan? Zie je dat telefoontje hier? Ja. Dan klik je daarop en wie bel je dan? De juf. Serieus? Ga even naar Snap. Hé, je bent een super leerling. Wie man? Hij moet echt zeker aan de bak. Dus ik hoop dat het belletje nu wel bij hem gaat rinkelen. Ik ben al zenuwachtig, dan heb je hem 2 jaar lang lesgegeven en nu moet hij presteren. Dus dat is wel echt super spannend. Ja, het is altijd ook een stress voor de docent hoor, zo'n examen. Niet alleen voor de leerlingen. Mijn beste leerlingen, ik heb vandaag het examen Economie HAVO. Waarom ben ik te laat om de les voor de tijd te komen? Ik heb hem echt
alles geeft. Dus nu hoop ik echt dat hij zonder mij het allemaal kan. Ja, ja, ik hoop het echt. Ja. Het is vandaag de dag van de uitslag. Ik ga nu naar Ernest toe om daarin te steunen. Dag Ernest. Goedemiddag, juffrouw. Hoe is het? Hallo. Positief denk, het komt echt goed. Ja, gaat goed met u? Ja, gaat goed. En het gaat volgens mij straks nog een stuk beter met je, omdat je gewoon gevraagd bent. Wow. Ja. Ik zei het toch. Gefeliciteerd. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ben echt super trots op je.